Van paddenstoelen naar vissen. Die bijzondere stap heeft Erik Philipsen van het bedrijf Excellence Fish in Horst gezet. Champignonteelt is een markt die de laatste jaren wat moeilijk is. Veel concurrentie vanuit Polen. Een machtige industrie daar die lage lonen heeft. Dus het is een heel moeilijke sector geworden in Nederland. Daarentegenstelling, snoekbaarskweek is een nieuwe sector. Die hebben wij opgezocht omdat in Rusland, met name Rusland, Oekraïne, die landen daar veel snoekbaars wild gevangen wordt. Er zit geen regulatie op. Terwijl in Europa een bestaande markt is, die alleen maar groeiende is. Dus je weet, als er geen regulatie op die vangsten zit, dan komt daar op een gegeven moment een gat dat vraag en aanbod niet meer in lijn lopen. Dat is de laatste jaren gebleken. Snoekbaars stijgt steeds in prijs en de vraag stijgt. Nou, dat kun je dus alleen met aquacultuur invullen. En daar zijn we in Europa de eerste van die daarmee begonnen zijn en ook de leidende positie nog steeds in hebben. En de laatste jaren steeds meer verstevigd door te focussen op genetica en vermeerdering. In zijn bassin zwemmen honderdduizenden, misschien wel miljoenen vissen. Van kleintjes tot grotere. Horst is de start van een Europese kweekcyclus die eindigt op het bord van de viseter. Ja, een visje van 15 gram is dus het begin van een hele cyclus. En als je eigenlijk zo kijkt wat betekent Excellence Fish daarin, kun je zeggen van nou, een visje van 1,20 euro, wat is dat nou? Maar het genereert uiteindelijk een waarde van meer dan 40 euro. Dus een enorme toegevoegde waarde vanaf hier. Philipsen durft opvallende nieuwe wegen in te slaan die de regio Noord-Limburg kan versterken. We hebben onszelf wel eens de vraag gesteld van waarom exporteren we kleine potenvisjes snoekbaars en waarom zit onze eerste beste klant op 180 kilometer afstand. Met die wetenschap en met hier de mogelijkheden in de regio zijn we nou een project aan het opstarten om te kijken van wat kunnen we in samenwerking gaan doen met andere bedrijven, met name glastuinbouwbedrijven. Bijvoorbeeld in de toekomst op één plek water uit de boom onttrekken, die in viskwekerijen gebruiken. Vanuit die viskwekerij het effluentwater naar met name de glastuinbouw en dergelijke. En de glastuinbouw kan ons weer elektriciteit terugleveren, warmte terugleveren en zuurstof terugleveren. Dus zo op een echt kredel-to-kredel verhaal, waardoor visteelt een duurzaam verhaal is en blijft. Maar ook tuinbouw een duurzaam verhaal is en blijft. En dan in combinatie met de sterke Greenport-regio, hier Freshpark Zon, hebben we een unieke positie om die kans allemaal te gaan uitwinnen. Excellence Fish is redelijk ongevoelig voor de huidige economische crisis. Want we zien nu al, de snoekbaars, zeker ook de laatste 2 jaar in deze economische crisis, is de prijs alleen maar gestegen. Vraag is goed, prijs is goed. Dus, goed, zoals ik al zei, een duurzaam verhaal. De wildvangst gaat achteruit. Consumptie stijgt, de populatie mensen stijgt. Dus ja, een kind kan het uittellen wat daar gebeurt. En met name de culinaire plaatsen of steden, landen, Frankrijk, Zwitserland en dergelijke, die zullen toch steeds wel een voorsprong blijven behouden, denk ik. Maar goed, ik hoop dat Nederland ook wel op ontdekkingsreis gaat in het culinaire gebeuren. En ook deze topvis op het menu wil gaan zetten, waar helaas toch net een hoger prijsje voor gevraagd zal moeten worden. Vanwege het pionierschap heeft het bedrijf financiers nodig met lange adem, zoals Industriebank Liof. Het is een duur proces geweest, blijft een duur proces. Op het moment dat je als klein bedrijf een sector moet gaan ontwikkelen, weet je dat je daar 10 jaar voor nodig hebt. Al wil je eigenlijk in je achterhoofd wel geloven dat het minder zal zijn, maar ga ervan uit, het kost minimaal 10 jaar. En als je je omzet nog niet kunt garanderen, want die moet eigenlijk komen uit R&D-activiteiten die dan ook nog waarde opleveren, is het gewoon moeilijk. En dan is het prettig om een paar sterke partners achter te hebben staan, die geloven in de markt en de mogelijkheden van deze sector, maar ook in jezelf als ondernemer.